Ik vind dit ook heel erg leuk voor de winter. Met die muts erbij, lichtroze. Good morning guys, ik ben lekker op de computer wat dingen aan het doen. We hebben echt al een hele ochtend erop zitten, want Vita en ik hebben een extra video opgenomen. De most likely tag, die staat nu online. Die staat al een tijdje online, als jullie dit zien. Nee, het was heel leuk om te doen, omdat je gewoon van die vragen krijgt. En daar heb je dan eigenlijk nog niet over nagedacht. En dan moet je dus zeggen of ik of Vita dat meer is. Dus dat was wel grappig. Maar dat hebben we gedaan. Vita is nu naar Rome Cycle. En ik ben even wat dingen op de computer aan het doen. En ik wil zo eigenlijk even wat kantoorartikelen gaan kopen. Het klinkt heel boring, maar ik wil even kijken of je dat bij de HEMA kan kopen. Gewoon van die mappen en dat je alles gewoon kan ordenen voor bonnetjes, noem maar op. En verder vandaag, wat gaan we ook allemaal doen? We hebben echt een to-do-list, daar word je helemaal eng van. Die houdt gewoon niet op. Dus die gaan we even afwerken. En vanavond vet leuk. Komt Tina hier en 7 andere chicks en gaan we hier gezellig eten en drinken en iedereen neemt gewoon lekker hapjes mee en ja, helemaal gezellig het weekend in, helemaal zin in. Ik heb genoeg gedaan op de computer, ik ga nu naar de stad, ik ga me even omkleden, want ik heb met Vita daar afgesproken om even naar wat winkels te gaan, dus ik heb met haar bij de H&M afgesproken om even te koekeloeren en ja. Ik zie jullie zo. Kijk, dit zijn leuke dingen. Oké, ik ga nog even naar boven, want ik ben nu nog beneden en ik heb al wat dingen. Boven alles helemaal niks. Dus ik ga nu passen in het pashok en dan ga ik alle looks even laten zien en kijken wat leukst is. Deze grote trui. Ik vind het wel leuk, maar ik vind het een beetje boring. Ik weet niet. Ik ben niet overtuigd. Deze oversized bomber met een poeze t-shirt aan. Die oversized bomber is natuurlijk super heftig. Ik vind hem wel echt leuk, maar ja, ik vind dit op zich wel. Nou, dat t-shirt zit een beetje te wijd. Ik dacht, dit is wel lachen, maar ik vind het niet zo mooi. Ik vind het gewoon niet zo'n mooi truitje. En hij zit ook raar in die broek zo. Oké, ik vind dit blouseje echt fantastisch. Ik vind het ook zo leuk bij die broek staan. Echt niet normaal. Kijk hoe leuk. Ik denk dat ik voor deze outfit kies. Nou, ik ga nu naar boven, want beneden hadden ze niet veel, dus ik hoop dat er boven meer is. Nou, ik heb allemaal relaxe dingen gevonden. Ik vind dit wel heel cute. Helemaal Kylie met die pet. Ik vind dit ook heel erg leuk voor de winter. Met die muts erbij, lichtroze. Lekker comfy, hele grote oversized kabeltrui. Ook heel cute, een beetje wintersport vind ik dit. Met die trui en ik weet niet hoe dit heet eigenlijk. Ook echt leuk. Oh, dit wordt moeilijk kiezen. Oké, jongens, het was zo moeilijk kiezen, want ik vond eigenlijk al die looks geweldig. Ik wil ze nu ook allemaal mee naar huis. Maar ik kies toch voor deze. Ik vind dit gewoon zo'n hele cute lollipop winterlook. Helemaal zo met dat lieve roze. Nou, I love it. We zijn nu op ons etentje. Broederliefde! Is dit broederliefde?